een hat-trick op het moment dat je hem eigenlijk moet maken. Wat brengt dat voor de finale straks? Veel vertrouwen. Ja. Nou ja, ik denk... Sorry, ik ben nog heel van het uitpuffen. Maar het is fijn dat we op dit moment, of in ieder geval dat ik de doelpunten kan maken. En, maar het zijn goede voorzetten, het zijn uitgespeelde kansen. En dat, ik sta op dit moment op de voorgrond, maar het komt wel door mijn medespelers dat ik ze kan maken. Spookt op zo'n moment en dan met name de halve finale na competitie, dan nog eventjes het seizoen door je hoofd, met name de winterstop? Nou, de afgelopen weken wel, ja. Ja. Lange neus dan ook? Nee, dat niet. Dat niet. Ik, wat dat betreft heb ik geen rancune daarvoor. Maar ik heb wel afgelopen jaren mezelf vaak meerdere keren in een seizoen moeten bewijzen. Richting een trainer om te mogen spelen. En zeker het afgelopen, of het eerste half jaar van dit seizoen. Natuurlijk helemaal bij Rijnsburg. En dat ik dan op dit moment sowieso een goede tweede seizoen zelf draai. En op het moment dat je er moet staan, dat je laat zien dat je er staat, dat geeft wel een goed gevoel. Je hebt je nu bewezen, dat hoef je niet meer te doen. En dan ga je op wereldreis. Leg maar dat eens uit. Ja, er is meer in het leven dan alleen voetbal. En ik ben op dit moment in mijn leven is er de kans en de ruimte om dat te doen. En ik ben nu 29 en er komt ook een moment dat je gaat denken aan huisje, boompje, beestje. En dan wordt dat natuurlijk een stuk moeilijker om dan nog op wereldreis te gaan. Denk je dan na zo'n wedstrijd, als die adrenaline door je lichaam gaat, shit man, ik zit nu lekker in de flow, ik moet eigenlijk blijven voetballen? Ja, dus zeker de afgelopen weken speelt dat veel door mijn hoofd. En dat maakt het wel dat ik op dit moment... Twijfel? Nee, dubbel en dwars niet. Niet twijfelen? Nee, zeker niet. Nee, die wereldreis die staat en dat gaat niet veranderen. En voor mij is het een bevestiging van wat ik kan. En dat vind ik... Een mooi gegeven om mee op reis te gaan. Hoe stap jij het vliegtuig in straks? Als een club waar je gespeeld hebt die in de tweede divisie speelt of in de derde divisie gaat spelen? Tweede divisie. Dus jullie gaan winnen van Quick Boys? Over twee wedstrijden, ja. Dat is weer overtuigend. Ja, absoluut. Maar ja, kijk hoe wij de afgelopen maanden spelen. Ik denk als je de afgelopen 3-4 maanden bekijkt, aantal punten wat wij pakken, als je dat trekt over een heel seizoen, zijn wij gewoon een keurige middenmotor in de tweede divisie. Het is alleen dat eerste half jaar dat er uit mij 18, 19 wedstrijden maar 7 punten zijn gehaald. Ja, daarna zijn we van speelsysteem gewijzigd. Ook qua opstelling, qua spelers zijn er wat dingen gewijzigd. En dat is een sleutel tot succes gebleken. En daarom vind ik ook dat wij... Tuurlijk sta je uiteindelijk waar je hoort te staan. Alleen geeft dat, wat ik zeg, de laatste maanden geeft zoveel vertrouwen richting de finale eigenlijk. Dus Quick Boys moet zich zorgen gaan maken. Ja, absoluut.